Eind november betekende het einde van een era voor Jan Smit bij FC Volendam. Na bijna tien jaar als bestuurslid, waaronder een periode als voorzitter, werd hij samen met andere leden ontslagen. Deze breuk viel Jan zwaar, en nu volgde er nog een afscheid. In 2012 trad Jan Smit toe tot het bestuur van FC Volendam en klom uiteindelijk op tot commercieel directeur om in 2022 de rol van voorzitter op zich te nemen. Echter. Eind november maakte Jan bekend dat dit avontuur voor hem tot een einde kwam. Gelukkig liet de Raad van Commissarissen, de directie en medewerkers van FC Volendam weten dat de deur altijd open staat voor januari. Maar met nog een andere breuk te verwerken, lijkt het onzeker of hij daar behoefte aan heeft. In het Vlaamse tijdschrift Dag Allemaal onthulde Jan dat hij niet langer zal optreden met het succesvolle slagertrio Club BBB3. Samen met de Belg Christophe de Bolle en de Duitser Florian Silbereisen genoot het trio van enorm succes in Duitsland vanaf 2015. Na drie bloeiende jaren kwam er echter abrupt een einde aan. Ondanks pogingen om de groep weer op grote podia te krijgen, bleef het grote succes uit. Nu maakt Jan bekend dat er geen plannen meer zijn en dat ze definitief gestopt zijn. Hoewel hij nog steeds contact heeft met de andere leden en goede vrienden blijft, ligt zijn focus momenteel niet op Club BBB 3. Het avontuur is voor hem niet langer spannend.